Ja, en dat trekt de vernieuwelingen op van de eerste minuut in de aanval. En, Ja, dat is wel een beetje 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 een
Ik kom met gezegd. Nu laat ik aan in het begin. Malen, ja,
9 seconden. Een voorsprong op 1 minuut en 9 seconden. En premie met nog 11 ronden. En dan zijn ze nummer 19. Michiel Broes. Achtervolgers hier. Het Kalse peloton mogen we toch wel zeggen. Met nog 11 ronden. En 1 minuut 14 seconden achterstand. Met nog 11 ronden. En 1 minuut 14 achterstand op onze achterkloppers. Met nog 11 ronden. De peloton en nog 10 ronden en volgende ronde premie. Volgende ronde premie. En de Nieuw-Zeelandse trein, die ligt hier wel. Van de grote band, Lombe Karin Evenings van de grote band, Grandeshop bij Frida. En K-Racing Nederland hier is uit Ronsout. En 1 minuut 23 achterstand. Op onze achterkloppers en we hebben 10 ronden. Ja. 10 ronden. En voor deze ridders 1 minuut 36 achterstand en nog 9 ronden. Een kleine 27 kilometer. Nog hier voor het peloton nog 9 ronden. En we hebben momenteel 17 ronden afgelegd, daar liggen nog 8 ronden. Nog 8 ronden renners en dan net een voorsprong van 1 minuut en 36 seconden. Volgende ronde premie. Volgende ronde premie. En onze achterkloppers die vergroten hun voorsprongstelsel matig en de 1 minuut 40 doen voor de eerste achtervolgers. En dat betekent al nog 8 ronden, renners nog 8 ronden en 1 minuut 40 achterstand van onze 8 achtervolgers. Premie, renners, premie. Premie, we hebben 7 ronden. Premie is voor nummer 15, Tom Mertens. En dan voor de peloton nog 7 ronden en 1 minuut 38 achterstand.
En nog 7 ronden. Dit is premie. Premie. En we hebben nog 6 ronden. Die is volgende nummer 38. Dat is Kevin Tylen. En hier wordt toch nog gekoerst in die achtervolging. Dat zijn op 1 minuut 42 achterstand van onze 8 stoplopers. We hebben nog 6 ronden. Nog 6 ronden. We hebben hier onze achterblijvers met nog 5 ronden. Of naar Center. 5 laps te gaan. En volgende ronde premie. Dus ik ga hier aan de achterblijvers. Ik wil het niet meer doen wat ik kan om zo trekken. Volgens mij volgens nog 5 ronden renners. Die 3:40 achterstand. En nog 5 ronden. Hier voor de rest van de peloton. 5 ronden. Een kleine 15 kilometer. We hebben al 67 kilometer om te rechten op de vier ronden. Premie, en dat is premie. En met 4 ronden, met 4 ronden. Voor ons de goal, met 4 ronden. Afleggen. En 1 minuut 50 hier de voorwacht van de peloton. En het achterste peloton voor de voeten en 9. Dan wordt dan cruciaal met Tolling, die mogen niet te veel tijd meer verliezen. Dan zijn we ongeveer nog 4 ronden af te leggen. Dan krijgen we hier met nog 3 ronden te gaan onze 8 koplopers. Hopelijk toch, want we hebben met Jelto beloft het heel moeilijk. We hebben nog 3 ronden. Trainers te gaan, nog 3 ronden en volgende ronde, premie. Ja, en inderdaad niet, Tom Mertens, die waarschijnlijk een andere route heeft moeten nemen. Want 3 ronden. Nog 3 ronden. Drie laps te gaan. Drie ronden.
En voor deze renners, laatste ronde renners. Laatste ronde. Leicester, Damien Toon. Er is er eentje die het aan de pad gekozen heeft. En nog twee laps. Van onze nummer 38, en dat is Kenneth Kylen. En nog twee ronden. Twee laps te gaan. Nog twee ronden. En dan gaan we hier met de zal aan een flinke ronde bezig. Hopelijk valt het hier bij die achtervolgers een beetje stil, zodat hij terug aansluiting kan gaan zoeken voor die dichte ereplaatsen. Tom, nog twee ronden. En ook voor deze renners laatste ronde. Ah, maar dat is misschien voor de vroeger. In de rier. Laatste ronde renners. Leicester, laatste ronde. Dit groepje, laatste ronde. En de volgende renners die moeten sporten voor het laatste. Voor deze laatste ronde. Laatste ronde renners. En deze renners sporten voor het laatste renners. Aankomst. Passeren in volle finale. En dan hebben we hier nog een renner. Opnieuw de man van dezelfde ploeg voor Dick Heiden hier. Alweer naar die tweede plaats, de laatste ronde. Leicester. Hoi. Tom Merkens, die gaan we aansluiting zoeken. Dat is een krachttoer. Laatste ronde, jongens. Hey, laatste ronde. Het enkel van onze elite zonder contract met belofte. Dan kunnen we toen hier nu wel momenteel bij onze junioren en andere renners die nu gaan passeren. Die hebben aankomst. Aankomstrenners. Sporten voor hun plaatsen. Sporten voor hun plaatsen. Thomas die hier de spurt op voor die nichtste ereplaatsen.
Dat is mooi de slag ligt op die 10e plaats. Want we hebben ondertussen er al met 8 koplopers. Want de Mertens die een stuk komen aansluiten bij die 6 achtervolgers. Dan hebben we nu nog alleen onze na de aankomst voor de ceremonie van de kleur aan te melden, alsjeblieft. En we hebben hier al Kevin Kailong, onze nummer 38, die daarnet ook al een riante voorsprong had. En die heeft de handen, want we hebben nog altijd tweede. Ja, die komt er nu al zijn proef af. Kevin Kailong, proficiat, Kevin. Hier. We hebben ook nog vooraan een man uit Israël, en nog een Nieuw-Zeelander. En natuurlijk niet vergeten die sterke monte van Tom Mertens. Inderdaad, hier springen ze weer. De eerste kringen van Theo Fraser. Op de tweede plaats Cormac Heiden met onze nummer 35 en natuurlijk de grote overwinnaar, nummer 38, Kenneth Kailan. En die krijgen nog de tekens vanwege Louis de Laat. Proficiat jongens, congratulations. Hier vanwege de lichters en geven ze nog een daverend applaus, want we kunnen moeilijk zeggen dat het de drie beste die waren uit de wedstrijd. En terwijl onze mensen van de pers hun werk doen, gaan we zo meteen over tot de waarheid van de dag. Dan gaan we eens doornemen hoe het zit met onze nieuwe zomercontract.